papieren komt net uit het vliegtuig, kunnen we bijna zeggen. Letterlijk, ja. Ja. Wat vonden ze ervan in Amerika? Ja, ze vonden het wel heel verbazingwekkend. Ja. Ze waren heel nieuwsgierig en ik denk dat ik velen ook wel verrast heb met de applicatie in mode. Want het publiek is natuurlijk best wel tech-minded. De jury ook, dus die waren best wel overweldigd. Maar iedereen was heel positief, ja. Ook omdat je natuurlijk heel goed mee kunt verhouden. Iedereen heeft last van zijn telefoon die continu leeg is. Op het moment dat je dan zonnecellen in je kleding zou hebben, dan heeft iedereen zoiets van, wauw, dat zou echt fantastisch zijn. Het zijn 72 flexibele zonnecellen die hierin geïntegreerd zijn. Dus ze zijn eigenlijk heel dun en super flexibel. Wat natuurlijk voor op het moment dat je het gaat integreren in kleding echt ontzettend belangrijk is. Ze zijn per twee in serie geschakeld en vervolgens allemaal parallel. En nou ja, dat komt hier uit in dit... Daar kan je telefoon aan hangen. Ja, daar kun je telefoon aan hangen. En op het moment dat je er vervolgens in de zon mee loopt voor 2 uur... kun je je telefoon van 0% naar 100% opladen. Heb je het aangehad? Heb je het geprobeerd? We hebben het daar aangehad, ja. Ik niet zelf, maar model heeft het daar gedragen en gedemonstreerd. Ja, ja. Het was gelukkig heel zonnig in Austin, dus het kwam goed uit. Dit is dan een jas waarin wat hardere kristallijne cellen zitten verwerkt. Dus ook het modulaire element, het feit dat je dingen kan openvouwen. En ik denk juist op het moment dat het een zonnecel textiel wordt, heb je als ontwerper enorme vrijheid in wat je ermee maakt. Qua constructie, qua stijl, vorm, voor mannen en vrouwen. Ik bedoel, dan zijn er echt veel minder grenzen dan dat er nu zijn natuurlijk. Waar gaat dit naartoe? Hebben onze kinderen of onze kleinkinderen straks jassen, kleding, broeken aan waar alles in opgeladen kan worden, denk je? Ja, zo zie ik dat wel voor me, ja. Ja, dat is echt niet zo heel ver weg wat dat betreft. Wat moet er dan nog gebeuren? Er moet concreet gepraat worden met een partij die gespecialiseerd is in zonnecellen. Die ook echt een markt ziet en daarin wil investeren om dat door te ontwikkelen. En dan heb ik het echt over zonnecellen die op het niveau van een vezel, zeg maar, zijn. Dus waarmee je echt kan weven of in de vorm van een soort van microscopische zonnecellen die op een garen geplaatst kunnen worden. Zodat het echt naadloos verweven is met het materiaal en niet meer het opplakken van de technologie op een stof. En hoe groot is de kans dat een externe partij hier instapt en zegt, we gaan het doorontwikkelen? Ik denk dat die kans best wel reëel is, ja. Ja. Helemaal gezien de reacties en de manier waarop het is opgepikt door internationale media. Denk ik zeker dat mensen daar wel vertrouwen in hebben en daarin zouden willen investeren.